Welkom. Aangezien ze goed als elke indoor trainer is uitverkocht, zijn jullie dus met z'n allen massaal aan het sporten, fietsen, indoor fietsen. Daarom leek het mij een goed idee om nog eens een aantal tips op te lijsten voor een kwalitatieve indoor training. Tip nummer 1, ruimte. Kies voor een aangename ruimte, een ruimte met voldoende licht, een ruimte die een zekere openheid creëert, waar het dus aangenaam is om te sporten. Zorg dat die ruimte ook voldoende koel is en dat er mogelijkheid is tot natuurlijke verluchting door een raam, poort of deur eventueel open te plaatsen. Tip nummer 2, de opstelling. Zorg dat je een handdoek bij de hand hebt uiteraard. Ook een matje onder de indoor trainer is handig. Het vangt niet alleen nodige zweet op, maar het zal vaak ook geluidsabsorberend werken. Een ventilator kan helpen als extra tool tegen oververhitting. En neem tot slot ook een goed boek bij de hand. Je kan enerzijds dat boek uiteraard gaan lezen tijdens de indoor sessie, maar aan de andere kant is het vaak ook heel nuttig om het boek onder het voorwiel te plaatsen, zodat je fiets mooi horizontaal staat. Wil je heel klimgericht gaan werken, dan kan een extra dik boek onder je voorwiel helpen om dus de juiste klimhoeken te simuleren. Tip nummer 3, houd het hoofd uiteraard zo koel mogelijk. Ons lichaam produceert tijdens het sporten een groot aandeel aan warmte. En bij indoor sporten is het nog net iets moeilijker voor ons lichaam om die warmte af te geven. Ons lichaam doet die warmteafgifte op een aantal cruciale plaatsen in het lichaam. En daar is het hoofd en achterzijde van het hoofd een heel belangrijke plaats in. Net zoals een aantal andere lichaamsuiteinden, zoals handen en polsen. Dus het is belangrijk om deze plaatsen vrij en koel te houden. Tip nummer 4, muziek. Muziek is een goede motivator, een goede stimulator. Ga daarbij vooral voor muziek die je graag hoort. Dus eigen voorkeur. Het is zelfs zo dat bij intensieve intervals muziek ervoor zorgt dat het subjectieve pijngevoel als iets lager ervaren wordt. Let wel op, laat je niet misleiden door het opzwepende tempo van muziek. Het is vaak zo dat muziek ons soms net iets te ambitieus laat sporten. Dus afhankelijk van het doel die een bepaalde sessie heeft, een beetje waakzaam zijn voor het tempo van de muziek. Tip nummer 5, drank. Het is belangrijk dat je start met een juiste hydratatiestatus aan je indoor training en dat je tijdens de indoor sessie uiteraard je vocht zo goed mogelijk zal gaan aanvullen. Dat doe je bij voorkeur met een isotone drank, zodat je vocht voldoende snel opgenomen wordt en ook vrij makkelijk door het lichaam wordt vastgehouden. Tip nummer 6, doelen. Baken je doelen vooraf duidelijk af. Op die manier, wanneer je eventueel in een community online wil gaan fietsen en je doelen zijn afgebakend, dan kan je je niveaugroep kiezen in functie van je doelen en ben je net zoals het tempo van de muziek niet te ambitieus. Tip nummer 7, werk specifiek en bewust. Uiteraard wordt een indoor sessie soms als iets saaier ervaren bij gebrek aan externe prikkels. Toch biedt dat ook zijn voordelen en kan je meer gaan focussen op allerlei interne prikkels. Ga bijvoorbeeld heel bewust letten op je ademhalingstechniek. Of probeer te fietsen voor een spiegel, zodat je feedback krijgt van hoe je lichaamspositie op de fiets eruit ziet. Werk aan je traptechniek. Probeer heel goed de timing van het duw- en het trekmoment zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Of integreer een aantal simpele rug- en core-oefeningen in je indoor-sessie. Zo kan je tijdens je indoor-sessie vrij makkelijk je handen eens loslaten van je stuur om een aantal core-oefeningen te integreren. Tip nummer 8, ga voor een zekere opdeling. Je zou bijvoorbeeld van de bovengenoemde accenten elke 5 à 10 minuten op één accent heel gericht kunnen gaan focussen. Op die manier zal de sessie ook een stuk sneller voorbij gaan. Tip nummer 9. Ga voor voldoende afwisseling tussen de verschillende sessies. Dus zorg dat de
vrij korte indoor-sessies niet alleen maar krachtig en intensief zijn. Nee, gun je duurvermogen, gun je vetverbranding ook voldoende aandacht. En tip nummer 10. De plas die je ziet onder je indoor-trainer, ja, die ben je uiteraard verloren. Dus het is heel belangrijk om dat verloren vocht zo snel mogelijk na de sessie terug gaan aan te vullen. Wil je een gerichter beeld over hoeveel dat nu net is, dan kan je eventueel in exact dezelfde opstelling gaan wegen net voor en net na je sessie. Zo, dat waren een aantal tips. Ik wens jullie heel veel fietsplezier en binnenkort kom ik terug met een aantal afgebakende indoor protocollen. Veel succes!